In China maken ze steeds meer zelf, maar voor de Olympische Spelen zijn ze toch ook in Nederland komen winkelen. Als morgen over 7 maanden de Spelen beginnen, zien we stadionverlichting van Philips, zwembadverf van Akzo en hockeykunstgras van Ten Katen. Toch verliepen de onderhandelingen met de Chinezen niet bepaald eenvoudig. Het bedrijf Janssen Fritsen, dat de turntoestellen levert, weet er alles van. In de fabriekshal van Janssen Fritsen zijn ze er maar wat trots op. Al 4 keer eerder leverde het bedrijf uit Helmond zijn turntoestellen voor de Olympische Spelen. En tussen al die grote Nederlandse multinationals is het weer gelukt om een contract in de wacht te slepen. Voor de Spelen in het grote China, een belangrijke afzetmarkt. China is een voorbeeldland in de hele regio Azië. Alle omringende landen kijken naar China. Dus als China traint op onze toestellen, zullen andere landen ook eerder geneigd zijn om ook die toestellen aan te gaan schaffen. Al sinds 1950 maakt het bedrijf turntoestellen voor topturners. Alles wordt hier in Helmond in elkaar gezet. In het laboratorium wordt nog een laatste test verricht op de Olympische springplank. Want bij zo'n belangrijk toernooi mag er niets misgaan. Helemaal uitsluiten kun je het niet. We hebben het gelukkig nog nooit meegemaakt dat er voor het oog van de camera's iets ernstigs is gebeurd. En dat proberen we nu ook weer uit te sluiten. Dus natuurlijk zijn we er bang voor. Ja. Ondanks de goede reputatie die het bedrijf in de turnwereld geniet, was het nog niet eenvoudig om dit Olympische contract binnen te halen. De onderhandelingen vergden veel geduld. Met Chinezen op zich is moeilijk zaken doen, omdat je een enorm communicatieprobleem hebt. De mensen die uiteindelijk beslissen, spreken over het algemeen geen Engels. Er zitten altijd een aantal lagen tussen. Je weet niet precies wie er beslist. Dus het is een heel langdurig traject waarin je heel veel moeite moet doen om duidelijk te maken wat je nu wel wil. En ja, voordat je een duidelijk antwoord van hun terug hebt, kan ook nog wel even duren. Epke Zonderland is tot nu toe de enige Nederlandse turner die zich heeft gekwalificeerd voor de Spelen in Peking. De lenige brugturner uit Lemmer, zoals hij door zijn fans wordt genoemd, traint 5 uur per dag. Op toestellen van Janssen Fritsen. Dit vergroot zijn kans op een medaille. Het maakt het zeker groter. Ja, kijk, die onzekerheid dat je op een merk komt waarbij je heel erg moet aanpassen, die heb je nu niet. Dus wat dat betreft is het sowieso een voordeel voor mezelf, qua voorbereiding. Dus natuurlijk de kans wordt dan ook groter dat ik goed presteer. Voor Janssen Fritsen is het goud al binnen. Voor Epke Zonderland wordt het spannend. Want ook zijn Chinese concurrenten trainen nu al op dezelfde toestellen.